Hele goedemiddag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag woensdag 2 oktober en we leven 1 minuut over 3. Het is vandaag ook tevens weer onze trouwdag, maar dan voor de kerk. Ja, normaal ga je dat achter elkaar aan doen, gemeentehuis, kerk. Maar destijds hadden wij een dominee, die was nog van de oude stempel. En omdat mijn geliefde man al een zoon had en niet getrouwd was geweest, en ik al wel een paar keer getrouwd was geweest en kinderen had, wou hij ons niet trouwen voor God. God gaat ook met zijn tijd mee, dus ja, wat dat er gaat, hè? God, onze lieve Heer, is niet meer van de oude stempel. Nee, die gaat ook gewoon met de tijd mee. Dus ja, en later hadden we een andere dominee. En die wou het wel, dus ja. Dat vandaag zijn we, ja, niet 16 jaar, het was 2 jaar later. Dus zeg maar 14 jaar. Maar het is wel onze trouwdag weer wederom. Ja, dat is weer eigenlijk een beetje een dubbele dag. Maar ik ben ook niet voor niks zo laat. Het is nog net dus 3 uur geweest, jullie hebben het gehoord. En ja, heel veel pijn. Niet daar, nee, daar niks. Het onderlijf wil niet, nee. Het zit hem nou aan de linkerkant. De linkerkant doet vreselijk veel pijn in plaats van recht. Ja, mijn knie die zal daar wel met lopen weer verkeerd gaan doen. Maar in ieder geval, ik ga de meisjes er laten. Daarna ga ik mijn bezempjes ophalen. En ik moet sowieso naar de Vomar, maar ik wil ook even hier en daar spieken naar een kistje waar ik mijn kaarten en mijn stenen, etc. in kan doen. Al is het bij wijze van spreken een ouderwets, antiek naaimachine kistje. Het hoeft niet zo, tenminste een naaimachine kistje. Nee, een naaikist. Tegenwoordig heb je zo'n curver naaibox, maar ik moet kleiner hebben weer, want dat is weer te groot. Maar dat er ook iets bij zit met vakjes waar ik stenen in kan doen, weten jullie zoiets, ja. Maar in ieder geval, wij gaan lekker even de buitenlucht in en eventjes ons trotseren tegen de wind, want het waait nogal, want ik hoor af en toe gieren door de brievenbus. Dus ja, hoe hard het waait, weet ik ook niet. En daarna gaan we dus eventjes weg. En ik neem jullie uiteraard wel weer even mee. Ja, dat doen we wel. En of het nou deze is of het mobiel, jullie gaan sowieso mee. Ja, want ik weet niet eens niet hoeveel de batterij is, want ik heb hem vannacht niet aan de lader gehad. Nee, vond ik niet nodig, want hij was nog vol. Dus ja, dan vind ik het niet nodig. Dus ik denk dat jullie wel mee kunnen. Maar in ieder geval, met de hondjes niet, dan heb ik gewoon die bij me. En dan gaan we met die banaan. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje mee. Tot later. Doei, doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, en ik verga van de pijn, maar het komt ook mede door de kou. Want het is zo koud en ik moet nodig eigenlijk handschoenen aan, maar niemand gaat nog met handschoenen lopen. Ik heb nog niet één gezien. Dus dan loop je naar mijn idee een beetje voor gek. Maar hij is eigenlijk nog te klein, maar hij is zo mooi en hij is antiek. Ik kon hem niet laten leggen voor mijn grote tarotkaarten. Ja, en er zit een sleuteltje bij. Dus hij kan op slot, ja. Een heel mooi kistje. Ik moet hem nog even opknappen. Moet even in de olie of weet ik veel wat. Maar ja. Hij is antiek. Hij is echt heel oud.
kun je ook aan de binnenkant zien. En hij ruikt ook oud. Maar ik ben er zo super blij mee. Echt, ook het motiefje is mooi. En ik geloof dat Marianne ook zoiets heeft. Ja. Hij is echt beautiful. En ik ga hem dus even eerst opknappen. En ja, zoals ik al zei, hij kan op slot. Even het sleuteltje goed. Even, ik kijk, daar zit het slot. En dan moet ik even kijken. Ik weet niet eens niet welke kant hij opende. Die kant. Hij moet linksom, dan is hij op slot. En hij moet rechtsom, dan is hij van slot. Nou, dat zien jullie, hij is nou op slot. Ja, dus ja, die moet ik goed bewaren. Bij, ik denk mijn pendel, dan weet ik waar die is. Ja, zoiets, ja. Maar dat komt wel goed. En hij moet sowieso op slot als ik hem even in de tiek zet. Eerst even de buitenkant en dan het randje van de binnenkant, et cetera. Ik... Ja, waar moet ik hem nou even neerleggen? Ik wil hem niet kwijt. Nou, ik doe hem gewoon bij de pendel erin. Beschermen de pendel hem wel. Ja? Zo is dat. Hoppa. En ik had vorige week bij Tiki, oftewel La Scala Donna, ook wat besteld. Heb ik ook gelijk opgehaald. Het is zwart, maar zwart staat overal bij. Zij noemt het een feest, maar het is geen feest. Nee. Even zien hoor, hoe die zit, hoe het moet, hoe het gaat. Ik even nou niet weten hoe ze hem hebben opgevouwen. Dat is, oh, daar moet mijn hoofd doorheen. Maar ik kon hem ook losknopen, zei ze. Maar dat is ook lastig, weet je. Dan moet je hem losknopen. Want er zitten geen armsgaten in. Hoppa, hoppa. Nou, hop. Moet hij daar eens zakken. Naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Dan moet ik eventjes, nou hij kent dus inderdaad in het midden, dat ik de knoop in het midden heb, gewoon naar de voorkant. Maar zo, zoals ik er net bij haar aan had, zat het leuker. Even mijn stoel weg, verder mijn achteren, nou heb ik hem zo, maar we willen hem een beetje opzij hebben, dus dat er een punt voorkomt. Dan is het net een omslagdoek. Ja. Nou, en dan mijn winterjack, die korte jack eronder. En dan deze eroverheen. En dan mijn heksenrok erbij. En mijn hoed op. Nou, dan ben ik toch net een echt, ik ben al een echte heks, maar dan ben ik verkleed als heks. Wat moet je, ja, dat is nieuw. Hoe vind je het? Mooi, hè? Nee, geen kus? Nou, dat niet. Ja, ik vind het mooi. Knopen opzij. Nou, en wat ik al zei, ze kunnen los. Moet ik even zien hoe dat zit. Moet ik geen ogen opzij, moet ik opzij kijken. Ja, één los. Nou, die kan ook los. Maar dat doen we me niet. Nee, gewoon over het hoofd. Ja. Ja, armpjes eronder. Nou, en als ik deze ook in de auto aan heb, Karin, die kan er niks aan zeggen, want ik heb geen jasje. Nee, denkt ze dan. Haha. Nee, want het is geen jas. Maar ik kan hem wel over die korte jek heen hebben. Maar hij is mooi. Het is gewoon een rechte doek. En dan een gedeelte knopen erop.
Een langwerpige doek met een rijtje knopen. Nou, hoe ideaal wil je hebben. Je breidt een rechte doek, breien. Een langwerpige doek. En dan zoveel centimeter van de dichte vouw. Een aantal knopen. En je hebt er ook een. Maar ja, dan ben je een aantal uren bezig te breien. Je redt dat niet op één dag. En dan moet het je ook nog passen. Dus het is passen iedere keer. En meten iedere keer. Etcetera. En die leg ik daar even neer. Maar dan moet je iedere keer passen meten. En kijken of het goed zit. Dus je bent 2-3 weken verder en nou heb ik hem in één keer. Ja. En dus. Maar in ieder geval. Oh ja. Het kriebel. Mijn eigen schuld door een snoepje. Ik kwam thuis. Ik moest naar de wc en dan kwam mijn jas gelijk op. Ik zet er legde post in de deur. In het mandje. Nou ja, die kent iedereen wel. Ja. Nou, breek me de bek niet open. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nou ja, jullie weten denk ik wel waar het om gaat. Nou zoek ik eentje die ik wil hebben. Dat dus. Nou, wat denken jullie zelf, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Denken jullie nou werkelijk dat ik die vergif kon halen? Never of nooit. Never of nooit. Never of nooit. Stop ze maar in je eigen barrière. Barrière, hoe zeg je dat? Je kont. Zie je dat? Ik moet invullen en al. Nou, ik moet niks. Nou ja, hier ook, dan zie je het daar ook. Ik moet invullen en al. Nou, ik moet niks. En ik doe niks. Dan enkel het kapot scheuren voor mijn eigen camera. Zodat mijn vrienden het zien wat ik doe en wat ik moet en wat ik wil. En dat is leven. Leven en nog eens leven. En niet overlijden. Nee. Ik hoef niet al naar mijn man toe. Nee. Ga zelf maar naar jullie voorgangers die zijn gegaan. Ja. Kijk. Het gaat allemaal weg. Gaan jullie mee? Laat ik het jullie zien. Want die overheid, die krijgt zelf nog spijt. Ja, jullie krijgen spijt, overheid. Kijk, daar gaat het bij in en weg is het. Zo. Ik ga niet vergif in mijn lijf laten spuiten omdat jullie dat zo graag willen. Ja, ga ze zelf maar halen. Maar ik niet. Voor geen goud, voor geen miljoen, al liggen er een ton erbij. Al zou ik hier een nieuwe vloer krijgen van jullie. Nee, zo gek krijgen jullie mij niet. Nee, de overheid krijgt spijt. Ja, zeker te weten. En ja, die gaan ook niet naar de hemel toe, nee, die gaan er naar beneden toe. Ja, inderdaad. Maar in ieder geval, ik ben blij met mijn aankopen en alles weer. Ook, oh ja, ik heb ook 2 bezempjes. Ja, ja, die ik ook. Ja, moet ik eerst even ook laten zien. Even laten zien, Even laten zien. Ga je nu nog naar beneden? Zo. Hoppa. Hoppa. 2 bezems. Voor langs de booster, zo naar achteren. Ja.
Dus ik ben er weer helemaal blij mee. Ze waren niet duur hoor. Nee. €3,50 per stuk. Nou, wie doet je wat? Nou ja, ik zou wel eens willen weten wat voor troep dit is, hè. Maar ja, weet ik niet. Kom ik ook niet te weten wat dat is. Ja. Maar ja, andere jaar, dan ga ik een echte bezem kopen. Tenminste, ze hebben er een leuke staan achter de deur. Kan er niet bij. Het is bij de intree. En dan zie je door het raam heen. Maar daar, ik zie ook geen prijskaartje hangen. En ik vergeet iedere keer weer te vragen, wat kost die? Maar ik wil een bezem buiten hebben. Tegen de muur opzetten. Desnoods ergens aan vastbinden of zo, weet je wel. En dat hij gewoon zomers en winters blijft staan. Dat hebben er ook een paar hier vlakbij. Ja, ik zal ze weer eventjes neerzetten. Hoppa. Hoppa. Ja, dus. Maar oké, ik moet ook heel veel werk verrichten voor Karin weer. Dus ik heb weer een hoop te doen. Een vlog in elkaar zetten voor mezelf. En kijken wat ik voor Karin kan betekenen, want die heeft ook een heleboel weer doorgestuurd. Dat dus. Maar ik ga eerst lekker een bak koffie doen en mijn kistje van buiten even zien op te kalfateren met Ticoli. Dat dus. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet ze en tot later. Doei doei. Ja, ik heb mijn kistje helemaal opgepoetst en gedaan met antiek was ik erin zitten. En ja, net alsof er met een vlijmscherp mes erin is gesneden uit boosheid of weet ik veel wat. Niet of jullie, ja, zo zien jullie het. Maar wat ik erin wil, dat zit erin. En dat zijn mijn tarotkaarten met dozen al. De heksenkaarsjes, zonder doos, maar het doosje gaat niet weg wat ik ervan heb. En mijn stenen wat ik tot nu toe heb. Ja, dus ik ben er blij mee. Ja, en hij is op slot. En het sleuteltje heb ik verstopt. Ja, alleen nog ik weet waar die is en een ander lekker niet. Ja, nou en kijk dat daar nog eens liggen. Heerlijk. Ja. Moet ik ook zo weer mee uit. Ja, gaan we ook zo wel even doen. Ik weet niet eens hoe laat het is. Ik weet helemaal niks. We gaan er eens even naar kijken. Ja, jij krijgt zo eten. Het is 18:43 uur. Dus ik ga hem eten geven. En dan ga ik met meisjes even weer lopen. En dan, waar ben je nou? Oh, daar. En dan eten. En dan moet ik eerst maar zien wanneer dat van Karin allemaal af moet. Moet ik ook nog kijken. Maar dan doe ik dat desnoods voor mij morgen een vlog. Dat ik er eentje op achterlopen is niet erg, want er staat nog wel op YouTube. Achter de gordijntjes verscholen. Maar in ieder geval komt allemaal goed. Ja, ik hoop niet dat het te moeilijk is wat ik voor moet doen. Maar ik ga eerst even dingen doen wat, nou, wat gewoon gedaan moet worden. En dat zijn mijn diertjes. Ja, dus dat dus. Ja. En de rest heb ik nou allemaal gedaan. Ik heb stofzuigerzakken gehaald. Die waren ook op, maar dan krijg ik ze weer niet in de zak. Ze zitten in een doos tegenwoordig. Maar dan krijg ik ze niet in een zak waar ze ook in behoren. Want vroeger hingen ze gewoon aan een rekkie met zakken. Maar ja, dat was bij Big Bazaar en die bestaat niet meer. Nee. Nee, nou is het in zo'n doos. Terwijl het ook in zo'n zak kan. Ja, het is allebei Miele. Maar dan nou, ja, dat dus. Ik snap er niks van.
Dus, nee, we werken het wel. Ik laat het morgen wel aan Willy over. Misschien dat hij als nieuwe bedrijven boos maakt, dat wel lukt. Hé, kerel? Ja. Nou, zeg maar, doei allemaal en een fijne avond. Doe dan. Goed zo. Hebben jullie nog wat te zeggen? Heb jij nog wat te zeggen? Nee, hè? Gewoon lekker chillen op de bank, zeg maar. Jij? Jij ook, Rijka? Chillen op de bank? Ja? Nou, dan gaan ze dat misschien wel doen, omdat jullie dat zeggen. Ja, dat is. Nou, tot later, lieve vrienden. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd om naar bed toe te gaan. Het is 1:57, dus bijna 2:00. En eerder ik op mijn bed leg, is het nog later. Ja. Maar in ieder geval, ik wens jullie een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Allemaal morgen weer gezond aan jullie bed zien te komen. En ja, jullie weten het. God die houdt over ons allemaal weer de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.